Welkom bij alweer een nieuwe 3 minuten met. De wekelijkse rubriek waarbij we maar liefst 3 minuten in gesprek gaan met mensen in en om de zorg. En deze week doen we dat met Geldfit, onze partner die mensen met geldzorgen helpt en ze doorverwijst naar de juiste instelling of het juiste loket. Spoiler alert, ze doen eigenlijk veel meer dan dat. Mijn naam is Tim de Zeeuw en dit is 3 minuten met. Ja, en deze keer hebben we Frederike Kokol te gast bij 3 minuten met. Zij werkt bij Geldfit. Vanuit VGZ versturen wij mensen door naar Geldfit die geldzorgen hebben. En voordat we echt beginnen, Frederike, moet ik natuurlijk even mijn timer zetten. Want anders dan weten we dadelijk niet of de 3 minuten voorbij zijn of niet. En die tijd is nu gestart. Wij dragen mensen eigenlijk met geldzorgen aan jullie over. Hè? Die sturen we door. Kun je daar iets over vertellen hoe dat precies gaat? Ja, met een rechtstreeks telefoonnummer komen de klanten, in ons geval de hulpvragers, bij ons terecht. Gaan we met hen het gesprek aan en dan gaan we kijken wat kunnen we voor je betekenen en welke hulp kunnen we jou aanbieden en doorverwijzen naar welke hulp. En dat is dus een soort van vroege signalering. Hè? Wij zorgen ervoor dat we de teken weer herkennen en op een gegeven moment dan komt iemand bij jullie terecht. Maar hoe gaat het dan verder? Want ik kan me voorstellen, je moet een indicatie stellen of iets dergelijks. Ja, we zijn in eerste instantie een luisterend oor. We willen graag weten wat speelt er, welke hulp is er misschien al geweest, welke problemen zijn er. En dan gaan we allemaal vragen stellen, hoe hoog de schulden zijn, hoe oud iemand is. En aan de hand daarvan gaan we kijken welke hulp is voor jou en jouw situatie het meest passend. Dat kan zijn zelfhulp, dat je begint bij een app. Maar het kan ook zijn dat de situatie wat problematischer is. En dan zijn er nog andere opties, zoals gemeentelijke schuldhulpverlening. Ja, en daartussenin zijn er ook nog een aantal smaken, begreep ik. Ja, jullie hebben dan op een gegeven moment iemand aan de lijn geholpen. Die zegt van ik wil graag het op die en die manier doen. Heb je dan ook een soort van opvolging daarna? Of hoe zit dat precies? Ja, we werken anoniem. Dus een dossieropbouw doen we niet. Dus een opvolging aan de hand van dossieropbouw is dus niet mogelijk. Maar we overleggen altijd met de hulpvrager als we iemand hebben doorverwezen naar een instantie of we hem mogen terugbellen naar 3 weken. Met de vraag hoe het met die persoon natuurlijk gaat, maar ook of de juiste hulp wat we hebben doorverwezen de juiste hulp was. Of het passend was en of ze goed geholpen zijn door de instantie. En wat is dan meestal het antwoord? Het meeste antwoord is ja, dat ze goed geholpen zijn. En als het antwoord nee is, dan gaan we kijken, wat is dan wel de meest passende oplossing? En als de interventie nog geen contact heeft opgenomen, dan gaan we daar ook weer achteraan. Of gaan we toch zoeken van, wat is dan de oplossing? Ja, dat is hartstikke mooi, hè, dat je mensen op die manier echt goed kunt helpen. En dat is dan een soort van meting die jullie doen over de tevredenheid en over of de hulp passend is. Maar ik begreep dat jullie ook nog veel meer doen, dat jullie eigenlijk veel meer zijn dan alleen een schuldenloket. Kun je daar iets over zeggen? Ja, we zijn veel meer dan alleen een doorverwijsloket inderdaad. We willen echt samenwerking aangaan met bedrijfsleven, met overheid, om deze doelgroep te helpen. We zien het als een probleem van ons allemaal. En het is ook alleen maar op te lossen als we allemaal samenwerken. Vandaar dat de samenwerking met VGZ zo bijzonder is. We kunnen klanten eerder bereiken via VGZ. Is ook eerder naar juiste hulp toeleiden. Want hoe sneller je erbij bent, hoe meer oplossingen er nog zijn. En dat is voor de klant, maar ook voor VGZ, maar ook voor de overheid is dat gewoon prettiger. Om toch die snelle doorverbinding en die snelle doorverwijzing in stand te houden. Inmiddels is de timer afgelopen. Ja, jullie zijn dus eigenlijk naast dus een schuldenloket of een loket voor mensen met geldzorg, werken jullie samen met overheid, bedrijfsleven, allerlei andere instellingen. Het worden er ook steeds meer, denk ik, hè, want die Olivex zal zich op een gegeven moment verspreiden, zeker als je gewoon mensen op een goede, succesvolle manier kunt helpen. En daarnaast dus eigenlijk ook nog een kennisloket. Nou ja, dat is natuurlijk super, super mooi en ook heel fijn dat wij in ieder geval ook die samenwerking hebben met die warme overdracht. En wij merken zelf ook dat inderdaad mensen daar echt iets aan hebben en echt ook goed mee geholpen worden. Frederike, dit was hem dan alweer, hè? 3 minuten. Super fijn dat je in ieder geval mooie toelichting hebt kunnen geven op wat jullie doen. En dat we ook een beetje die verdieping hebben kunnen opzoeken van dat het toch meer is dan alleen een schuldenloket. Dus hartstikke gaaf wat jullie allemaal doen.
Dankjewel.